kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus, Latijns-Amerika en Caribisch gebied streven naar hernieuwd partnerschap met de Europese Unie. EU-voorstander van behoud Surinames carbon-negatieve status. Suriname geeft gestaag uitvoering aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Drietal mariniers sluiten stageperiode op Nederlandse marineschip af. En herstelplan voor zorg moet zorgaanbieding integraal verbeteren. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied kijken uit naar een hernieuwd politiek en economisch partnerschap met de Europese Unie. De samenwerking moet volgens president Chandrika Prasad Santokhi leiden tot meer integratie tussen de twee regio's. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, verenigd in de CELAC, hebben sedert 1999 een strategische biregionaal partnerschap met de EU. Staatshoofden en de regeringsleiders van de regio's ontmoeten elkaar in de EU-CELAC Summit die dit jaar in Brussel, België heeft plaatsgevonden. President Santokhi, die deze bijeenkomst op 17 en 18 juli heeft bijgewoond, zegt dat het strategisch partnerschap thans cruciaal is in de huidige onzekere en onstabiele wereld. Hij merkt op dat niet alle doelstellingen binnen de EU-CELAC-samenwerking zijn bereikt. De regio's moeten daarom als echte partners blijven samenwerken. Volgens president Santokhi stelt de summit de partners in staat een basis te leggen voor een hernieuwde relatie. Het staatshoofd juicht de politieke toezegging van de EU toe om samen te werken via de Global Gateway Investment Agenda. De regio's zullen hierdoor in staat moeten zijn om de reikwijdte van hun samenwerking te verbreden naar onder meer groene en digitale transitie, gezondheid, onderwijs, transport en energie. De Europese Unie hecht veel waarde aan het behoud van Surinames carbon-negatieve status. Dit is dinsdag in Brussel, België, naar voren gekomen tijdens een bilateraal onderhoud tussen president Santokhi en een delegatie onder leiding van de voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans. Het betrof een vervolggesprek van de meeting vorige maand in Suriname. In Brussel is de carbon-negatieve status van Suriname onderwerp van gesprek geweest. Suriname heeft expliciet gevraagd om ondersteuning in de vorm van kennis, deskundigheid en ervaring wanneer het gaat om de evaluatie en beoordeling van ingediende voorstellen. Op basis hiervan heeft de Europese Commissie wederom haar steun toegezegd om het land op de carbonmarkt te krijgen. De Commissie zal ook helpen het Surinaamse bos te beschermen en tevens de carbon-negatieve status van het land promoten. Het technisch team van commissievoorzitter Timmermans zal binnenkort overleg hebben met zijn Surinaamse gesprekspartner. Het is de bedoeling dat zij met elkaar bespreken welk standpunt ingenomen zal worden op de aanstaande COP28-meeting in Dubai. Hiervoor zal er een roadmap worden opgesteld die tevens moet helpen het land in de kijkers te plaatsen. Volgens Timmermans moet gewaakt worden voor verdere afname van het Surinaamse bos. Hij zal bij de Nederlandse overheid aandringen op meer investeringen op dit gebied. De Verenigde Naties hebben in 2015 een 17-tal duurzame ontwikkelingsdoelen voor verbetering van sociale situaties wereldwijd vastgesteld. Deze zogenaamde SDG's vormen het mondiaal kompas voor bestrijding van armoede, verbetering van onderwijs en aanpak van de klimaatcrisis. Het streven is erop gericht dat de SDG's allemaal in 2030
gehaald te hebben. Suriname heeft zich ook hieraan gecommitteerd en is intussen in het proces om deze doelen te halen. De communicatiedienst Suriname sprak Angelique del Castillo, de nationale coördinator van de SDG-landencommissie. We praten vandaag over de SDG's in Suriname en we praten erover omdat het ontzettend belangrijk is voor Suriname om dat te realiseren. Als land hebben we ons vanaf 2015, in feite 1 januari 2016, zijn de SDG's wereldwijd in werking getreden. Dus we hebben ons verbonden aan die agenda van 2030 voor de duurzame ontwikkeling. En als land moet je dus continu groei inzetten in die SDG's. Het moet deel uitmaken van ieders leven. En daar zie je die uitdaging al. Want wanneer het in ieders leven een rol moet spelen, dan is er een grote opdracht. Niet alleen naar de overheid, niet alleen naar opeenvolgende regeringen, maar ook naar het bedrijfsleven, naar NGO's, naar burgers. Naar ieder van ons die leeft en woont in Suriname en die beseft dat het, weet je, voldoen aan die SDG's, succesvol zijn in het uitvoeren van die SDG's, van belang is niet alleen voor vandaag, maar ook voor onze toekomst. En dat zijn 17 SDG's. En er zijn maar liefst 242 indicatoren. Dat zijn de kleine details waarin ze worden opgebroken. Bijvoorbeeld, je hebt SDG's voor vrouwenrechten, je hebt SDG's voor het milieu, je hebt voor het onderwijs, voor volksgezondheid. Als het goed is, kunt u ze achter me zien. Ze zijn geprojecteerd. Het zijn 17 stuks. En ze zijn allemaal belangrijk. In feite is het moeilijk om te zeggen wat het belangrijkste is. En daar ligt ook een uitdaging. Want als gemeenschap, als land, kan je niet aan alles tegelijk werken vaak. Je moet keuzes maken. Dus dat is de eerste uitdaging. Hoe maak je die keuzes? Hoe beslissen we wat nu het belangrijkste is? Daarnaast, voor het uitvoeren van die SDG's is vaak ook geld nodig. Financiële middelen zijn nodig. Behalve dus bewustwording bij mensen, behalve het maken van keuzes, moet je vaak ook investeren. En daar komt dan ook weer een uitdaging, want landen zoals Suriname gaan door economische crisis heen. En dat betekent dat je ook al daar prioriteiten moet stellen waar je geld wel of niet aan besteedt. Daar komen we bij die SDG's. Maar het mooie van die SDG's is dat ze eigenlijk geïntegreerd moeten zijn in alles wat je doet. Dus wanneer je beleid gaat uitvoeren, dan moet je, dat is ook die uitdaging, je moet ze synchroniseren, integreren, zoals we dat met dure woorden zeggen. Wanneer je onderwijs gaat doen, beleid voor onderwijs maken, we moeten geld voor onderwijs hebben. U weet het, we vragen altijd waar is geld voor onderwijs. Maar tegelijkertijd kan je, als je beleid goed uitzet, direct kijken van welke goals, welke doelen, welke indicatoren, subdoelen in ons onderwijs SDG moeten we bereiken. Waar staan we en waar willen we naartoe? Dus de grootste uitdagingen zijn gewoon die bewustwording, toch? Van ieder van ons, die keuzes maken en de financiën hebben. Maar dan is er SDG 17. En dat is misschien wel de meest belangrijke. Die van de samenwerking. En dat is niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Dat betekent dat we vaak ook met internationale organisaties kunnen praten om hun te wijzen waar we naartoe willen gaan. En zij ons dan kunnen zeggen dat ze het ondersteunen middels projectmatige steun, technische steun, want je moet ook kennis in huis hebben. Ook nationaal kunnen we samenwerken met andere organisaties vanuit de overheid, met het bedrijfsleven, met NGO's, om samen die uitdagingen te overbruggen. Kort gezegd, uitdagingen zijn er, maar er zijn ook oplossingen. Als we kijken internationaal hoe Suriname, die rating voor Suriname, dan geeft men aan dat Suriname in feite goed op weg is wat betreft het onderwijs. We zijn er nog niet natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen nee, we zijn er nog niet. Absoluut niet. Maar we zijn wel al goed onderweg. Een ander belangrijk ding is dat we vorig jaar ons eerste, zo noemen we het VNR-rapport, VNR, Voluntary National Review, hebben ingediend bij de VN. Dat is een mijlpaal. Daarin hebben we bij een viertal goals stilgestaan en aangegeven hoe ver we zijn daarmee. Dat is ook een heel bijzonder moment, omdat het onszelf een plek geeft om te evalueren. Waar zijn we en hoe zijn we daar gekomen en waar moeten we nog verder naartoe? Maar het toont ook de wereld dat we bezig zijn daarmee. Daarnaast zijn de successen ook dat we een landencommissie hebben ingesteld. Een landencommissie specifiek voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, waarin alle ministeries zitten, de DNA zit erin, ABS zit erin,
Planbureau zit erin. Dus een aantal organisaties die met en in de overheid zijn om samen te gaan werken aan het verwezenlijken van die SDG's. En we hebben ook een platform opgericht, een SDG-platform, waarin het bedrijfsleven plaats heeft, NGO's, vanaf jongere organisaties, religieuze organisaties, milieuorganisaties, buurtorganisaties. Nou, 13 organisaties, zeg maar paraplu-organisaties, een heleboel kleinere organisaties vertegenwoordigen. De vakbeweging moet ik zeker niet vergeten. Dat zijn belangrijke momenten voor ons in onze samenleving, omdat dat betekent dat die bewustwording niet alleen verdiept, maar dat we een breder netwerk creëren langs welke lijnen het kan lopen. De eerste luitenant, Vishal Bipat en Rofanu Nathaniel en de sergeant der eerste klasse, Arnold Stuart, hebben met een presentatie in het auditorium van het Instituut voor Defensieopleidingen officieel hun stageperiode op het Nederlandse marineschip Zijner Majesteit Pelikaan afgesloten. Deze mariniers van het Nationaal Leger hebben gedurende 3 weken vanuit Curaçao met het marineschip meegevaren en zo ook ervaring opgedaan. Major Ricardo Partoregio, plaatsvervangend commandant van de marine, vertelt dat dit programma onderdeel is van de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Vanuit de Surinaamse marine worden elke keer 3 militairen afgevaardigd. Ervaring is dat ik voor het eerst ben gaan transit varen. We hebben hier ook gevaren in Suriname. Dat is misschien van het oosten naar het westen. Maar het bijzonder op Pelikaan hebben we het gedaan van de ene naar het andere land. Bijvoorbeeld van Curaçao naar Sint Maarten. En voor mij is het werken aan boord van de Pelikaan. De Nederlandse marine mannen hebben een eigen cultuur, hoe de attaché zei. We hebben onze eigen cultuur. De manier van werken van hun verschilt heel veel van ons. Dat heb ik ervaren. En heb ik ook geleerd hoe het moet, hoe het gaat aan boord van het schip. Hier ben ik werkzaam als nautisch officier. En dat heb ik op Pelikaan gedaan. Ik hield het brugwacht. Maar ik heb ook zo'n klein beetje meegedaan bij de technische dienst. En ook, op het dek gewerkt, beladen, ontladen, noem maar op. Ik ben een technisch man, aan boord geplaatst. Ja, maar de technische dienst daar heeft niet veel. Soms moest ik ook helpen laden en lossen. En ook bij het onmeren, afmeren en zo. Het is wel een pluspunt voor ons. Wij kunnen ook die cultuur van hun als ware leren hoe zij het doen. Wij doen hier op onze eigen manier. Maar het is altijd goed om van de anderen te leren, zodat we beter van de marine kunnen maken. Kijk, zo'n takenboek, daarin staat het taken als ware die van het schip, wat er allemaal moet gebeuren. En dat zegt ruim, hè. Een takenboek is ruim. Maar een takenboek heeft alles van de logistieke dienst, technische dienst, van de nautische kant. Een takenboek is een leidraad voor jou, dus in het functioneren. Dus als het ware, het zijn opdrachten die je moet uitvoeren en je moet het uitzoeken waarom. Ja, dat is een takenboek. Er gaan het programma van de uitwisseling van de samenwerking tussen Nederland en Suriname elke keer 3 militairen van de marine die meevaren met de Pelikaan. 1. De bedoeling is dat ze daar stage gaan lopen en met het afwerken van het takenboek. Het is meer dat ze komen aan boord, er wordt een programma voor ze samengesteld door een officier die werkzaam is op de Pelikaan. En van daaruit, van Suriname, gaan er 1 logistiekman, 1 stuurman en 1 technischman.
Als ze dan op een schip aankomen, wordt hun takenboek uitgereikt en met het programma van gedurende de periode wat zij moeten doen. Bijvoorbeeld, de technisch man die moet weten welke standaard procedures worden uitgevoerd in de machinekamer. De stuurman, wanneer hij de wacht heeft, moet hij weten hoe de radar werkt, hoe de ECDIS werken en wat de wacht in het stuurhuis inhoudt. De logistiekman is weer een andere afdeling die houdt zich bezig met allerhande spullen die nodig zijn om een schip eenmaal 24 uur te bemensen. In het jaar, ik denk 21, zijn de luitenant Oberg en de luitenant Kaarsman gegaan, maar een aantal jaren voorheen was een, ik denk twee groepen van de marine met de oude Pelikaan ook een man, het was een volledige bemanning van ons, van de marine, die met de Pelikaan hebben gevaren en ze waren een maand daar gebleven. Dus we hebben die groep gehad. In het jaar 21 hadden we dan de luitenant Oberg en de luitenant Kaasbaan. In het jaar 22 hebben we dan de luitenant Sleur als stuurman. We hebben dan de technisch man, Kopra Joyo Wichono. En dan hebben we onze eerste vrouwelijke milva van de marine, de Kopra de Seil. En de man mei van dit jaar hadden we dan ook weer een derde groep. En dat is de luitenant Bipat als stuurman, de luitenant Nathaniel als logistiekman en de sergeant Stewart als technisch man. Komende maand september gaat er nog een groep en dat bestaat uit twee man. Eén van de brug en één technisch man. En mag ik nog erbij zeggen dat de luitenant Oberg samen met de projectleider van de Panther, en dat is een kustwachtschip van de Nederlandse marine die is gestationeerd op Curaçao, die komt meer op het droogdok van SDSM en hij gaat dan ook samenwerken met de projectleider van de Panther. Nadat de Panther gereed is, hij komt dan van de dok, gaat de luitenant Oberg varen op de Panther richting Curaçao. Daar aangekomen gaat hij dan voor een maand stage lopen bij materiaal instandhouding. Het is een afdeling net als de technische dienst, maar het is een grotere afdeling waardoor de naam technische dienst niet wordt gebruikt. Het ministerie van Volksgezondheid heeft op dinsdag 18 juli tijdens een stakeholdersbijeenkomst de voortgang van het herstelplan voor de zorg gepresenteerd. Ook zijn de toekomstige beleidsvoorstellen aan de aanwezigen voorgesteld met de focus op de evaluatie van de basiszorgverzekering en de mogelijkheid voor het opzetten van een zorgautoriteit. De activiteit vond plaats in het Assyria Event Center. Het herstelplan voor de zorg heeft als doel om een ieder bereikbare, betaalbare en betrouwbare gezondheidszorg aan te bieden. Het zal ook ervoor moeten zorgen dat er meer aandacht komt voor de preventie van aandoeningen, waardoor de gezondheidssituatie van alle Surinamers zal verbeteren. Belangrijk is dat iedereen in Suriname hierbij een rol heeft en ook de verantwoordelijkheid daarvoor neemt. Minister Ramadine is ingegaan op het opzetten van een zorgautoriteit. Het voornaamste doel hiervan is het versterken van de kwaliteitsrol van het ministerie van Volksgezondheid. De zorgautoriteit zal een monitorende rol hebben bij de uitvoering van beleidsplannen van het ministerie. Verder zal dit instituut een functioneel gezondheidsinformatiesysteem moeten opzetten en de regie moeten hebben in het vaststellen van tarieven in de zorg.
En we zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.